Hoi, leuk dat je weer kijkt naar de Zichtvideo-update van deze week. Ik ga je wat tips geven om je digitale advertenties te laten shinen. En ik kom terug op een vraag van vorige week. Chatbot of chatnot? Houd jij je bezig met digital advertising en wil je weten hoe je advertenties nog effectiever kunt maken? Met het toepassen van slechts 5 creatieve elementen kun jij al impact maken. Ik geef je hier vast 2 weg. De eerste is show, don't tell. Het spreekt natuurlijk al een beetje voor zich. Zorg dat je niet afhankelijk bent van geluid, maar dat je boodschap krachtig genoeg is om alleen met beeld over te brengen. Houd er rekening mee dat je content bekeken kan worden zonder geluid. Denk bijvoorbeeld aan momenten in de trein. Het is daarom belangrijk om je boodschap visueel goed over te brengen. En de tweede is every second counts. Als je op basis van een mediastrategie uiteindelijk de kanalen hebt bepaald, is het van belang dat je je creatives aanpast naar het juiste kanaal. Als je een tv-commercial ziet, is de impactfactor vele malen hoger dan wanneer je bijvoorbeeld een video-story op social voorbij ziet komen. Voor kanalen met een lagere impactfactor dien je in de eerste 3 seconden al relevant te zijn, waar dit bij een tv-commercial bijvoorbeeld na 5 seconden kan. Benieuwd naar de overige 3? Lees dan, na het kijken van deze video natuurlijk, het artikel op onze website. De link vind je in onze omschrijving of in de comments op LinkedIn. Vorige week hadden we het al kort over de vraag of je wel of geen chatfunctie moet hebben op je website. In het verlengde daarvan krijgen we steeds vaker de vraag: heb ik een chatbot nodig op mijn website? Uiteindelijk is dit een keuze die ieder voor zich moet maken. Maar om je toch een beetje te helpen bij deze beslissing, volgen hier de voor- en nadelen. Om te beginnen de voordelen van chatbots. Je bent altijd beschikbaar. Het grootste voordeel is toch wel dat bezoekers 24/7 vragen kunnen stellen aan een chatbot. Daarnaast is het een laagdrempelige vorm van contact. Als je het bijvoorbeeld niet prettig vindt om te telefoneren, zoals ik, is een chatbot een hele uitkomst. Ten derde, snelheid. Een goed geïmplementeerde chatbot reageert vaak direct. Zo voorkom je een hoop irritatie en frustratie. Ten vierde, inzicht in bezoekersgedrag. Met het gebruik van een chatbot kom je achter zeer relevante data voor je business. Veel voorkomende vragen en problemen zijn met een bot eenvoudig te achterhalen. En tenslotte, het verhogen van klant- en medewerkerstevredenheid. De chatbot neemt medewerkers veel routinematige werkzaamheden uit handen. Maar er zijn ook nadelen aan chatbots. Ten eerste, spelfouten. Bots leren snel, maar als de klant spelfouten maakt, kan het zijn dat een bot je vraag niet herkent en ook geen antwoord kan geven. Ten tweede kunnen ze misleidend zijn. Soms wordt de indruk gewekt dat je met een echte medewerker chat. Komt de klant erachter dat dit niet zo is, voelen ze zich in de maling genomen. Ten derde kan het frustratie veroorzaken. Een verkeerd antwoord krijgen of een antwoord dat niet aansluit bij de vraag, kan bij de bezoeker ook tot frustratie leiden. En tenslotte kosten. Naast dat een chatbot ook veel tijd en geld kan besparen, kost het implementeren en onderhouden van een chatbot ook veel tijd en geld. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van een database en het aannemen van experts om de bot te implementeren. Overweeg je om een chatbot in te zetten, weeg alle voor- en nadelen goed af en maak een data-analyse om te beoordelen of een chatbot van toegevoegde waarde kan zijn voor jouw bedrijf. Dat was weer de video-update van deze week. Volgende week zeker weer kijken, want dan duiken we in de cijfers van podcasts in Nederland en laten we zien waar de kansen liggen voor jouw merk. Als je niks wil missen, druk dan nog even op die abonneerknop. Tot de volgende week!